Omdat er oorlog in België is, moet jij nu vluchten naar de grens. Je snapt niet waarom jou dit overkomt, waarom Nederland dit overkomt. Je hebt iets gehoord over een stel Brabanders dat zich ongevraagd niet uit jouw naam met die oorlog heeft lopen bemoeien. Hoe dan ook, er vliegen nu Belgische straaljagers door de herflucht boven jouw wijk en vanuit je achtertuin kijk je er met grote bezorgde ogen naar. Je belt je vrouw op haar werk. Zegt dat jullie zo snel mogelijk moeten vertrekken, maar voordat jullie kunnen afspreken of zij naar huis komt of jij haar daarop zal pikken, wordt de verbinding verbroken. Als je de auto bijna ingeladen hebt, is ze gelukkig thuis. Jij overweegt nog om het matras van jullie bed op het dak te binden, je staat het al naar buiten te slepen, maar zij zegt dat je niet zo idioot moet doen. Ze zet flessen water op de achterbank, een curvebox met Unox blikken, die ze al klaar had gezet, ze mag eigenlijk al niet meer tillen. Je denkt aan het feit dat ze de laatste tijd zoveel vaker naar het toilet moet. En je weet dat zij daar op dit moment ook aan denkt. Je vraagt: Heb je nog genoeg foliumzuurpillen? Heb je die vitamines ingepakt? En ze knikt, maar kijk je niet aan. Jullie rijden. Of eigenlijk rijden jullie soms het merendeel van de tijd. Staan jullie stil. Het lijkt alsof heel Nederland in de auto is gesprongen. Af en toe raast er een straaljager over. Bij de eerste heb je nog gedacht dat je misschien uit de auto moest springen om in de berm te gaan liggen, maar nu vliegen er zoveel dat je ze maar dat je ze, ze maar gewoon negeert. In de auto's, naast je, zitten kinderen in de achterbak, opa's en oma's tegen de zijraampjes gedrukt, poezen in benches bij de bijrijder op schoot. Je kijkt naar je vrouw en bent heel even blij dat jullie maar met z'n tweeën zijn, maar voelt je ook direct ontzettend schuldig vanwege die gedachte. Je kijkt naar haar buik. Aan de horizon is zwarte rook te zien. Je vrouw blijft de nos heb maar verversen. Bij Doetingen loopt het helemaal vast. Je bent nog nooit in Doetinchem geweest en je was ook echt niet van plan om er ooit naartoe te gaan... maar op je telefoon heb je gelezen dat de grensovergang daar in de buurt nog mondjesmaat mensen doorlaat. Dat hebben alle andere mensen ook gelezen. Een vent in een veiligheidshesje gebaard bij de afslag dat je een weiland in moet rijden. Daarna wil hij daar geld voor zien. Je eet een ligakoek, maar krijgt eigenlijk geen hap door je keel. Het wordt donker. Het is een heldere nacht. Je vrouw slaap, slaapt op de stoel naast je. Jij rookt uit het raampje. Hoog in de lucht zie je lange strepen wit spul. Je weet dat dat raketten zijn. Maar je weet niet waarom die, daar, waarom die daar zijn. Je weet niet waarom het zo moet zijn... dat jij, iemand die helemaal niets met die klote oorlog te maken heeft... of het ooit zou willen hebben... nu op een weiland onder die raketten moet slapen. Je bent maar een simpele opticien. Of accountant, wiskundedocent, hovenier, kraanmachinist... fiscaal analist bij de Rabobank, verpleegkundige bakker. Maar nu ben je niets meer dan een vluchteling in een auto... in een koud weiland in het oosten van Nederland. Je wordt heel even woedend en dan ontzettend moe. Dat kun je je niet veroorloven, je moet wakker blijven... anders jatten ze alles uit jullie auto. Er lopen je mannen rond... Je vrouw kwelt een beetje in haar slaap. Ze ziet bleek in het licht van het autolampje. Ze ligt onder jouw jas. Je bedenkt dat je kind nu niet thuis geboren wordt.